Nou, ik ben dus Coralie Arends en ik ben opgegroeid in Houten. Ik werk in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het is een beetje rond de herfstvakantie in 2003. Mijn zusje die had wat klachten. Zijn naar de huisarts gegaan en toen zei hij van nou, kijk nog heel even aan. Toen 2 weken later werd het toch erger en toen doorgestuurd naar het ziekenhuis en toen bleek het eigenlijk vrij snel dat het niet goed was en dat zij kanker had. Toen hebben we alles voorbereid om een stamceltransplantatie te doen. Dus dan moet je eerst injecties geven om die stamcellen aan te laten maken en dan worden die geoogst. En de scan voor het plaatsen van die stamceltransplantatie was helaas zo slecht dat ze dat niet meer hebben gedaan. En ze ook hebben gezegd van je gaat niet meer beter worden. En ze is uiteindelijk tussen kerst en oud en nieuw overleden. Een van de grootste angsten van mijn zusje, van Nicoline, was dat ze bang was dat ze vergeten zou worden. En natuurlijk doen we dat niet. En is dat blijft zij altijd in onze gedachten. Nou, ik ben dus 11 maanden geleden bevallen en ik wilde graag weer fit worden. We hadden ons ingeschreven voor de 7 Heuvelenloop en toen realiseerde ik me dat dat dus op de verjaardag van mijn zusje, van Nicoline, viel. Dus toen heb ik een pagina aangemaakt bij Kika. Ik vind het dus heel belangrijk dat onderzoek hopelijk een bijdrage kan leveren aan dat er steeds minder gezinnen zoiets hoeven mee te maken. Dat zijn gezinslid en in ons geval is een kind. Moeten gaan missen. Ja.